iedereen appt mij, heb je een verjaardagsoutfit? En daardoor vind ik het heel belangrijk, terwijl het me eigenlijk niet zo heel veel boeit. Het is de verkeerde bestelling. En deze moest ik van een kijker kopen. Alle ballonnen zijn aan het instorten, terwijl ik er 2 uur aan heb besteed. Ah, oh, zo leuk! Oh ja, deze mag op YouTube. Je hoofd ziet er wel iets te gefrustreerd uit. Wat daar? Nee. Jawel. Ik ben helemaal kapot. Je kunt ze dus ook helemaal open doen, maar waarom zou je dat doen? Ik heb er wel echt mooie billen in. Cute! Mag ik heel eerlijk zijn? Ja? Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb net mijn vorige afgesloten. Maar ik dacht ik begin even aan een nieuwe week, want dit is dan een beetje met mijn verjaardag en zo. Dus dat is leuk. Ik heb een jurk aan waarvan Ruud zegt dat het op een oma jurk lijkt. Dus ik ging het op Instagram vragen. Hij is trouwens wel een beetje groot. Dat zie je hier ook, maar ik vind het leuk. En 70% stemt op oma jurk. Iedereen vindt het een oma jurk. Ik vind het leuk. Het staat me toch gewoon leuk. Maar het is niet dat het een oma jurk is. Maar ik zeg al, mijn innerlijk is ook oma-achtig. Jongens, ik ben zo blij met mijn batterij is leeg. Dit is mijn pakket. Kijk hoe goed het ingepakt is met de macarons. En ik dacht dat ik de hele dag thuis zou moeten blijven. En het is nog ochtend. Maar dus kans dat mijn camera nu uitvalt. Alle smaken staan hierin. Ik vind alleen serieus het boekje al geweldig. Huh? Het is een verkeerde bestelling. Huh? Het is een fout. Ik ga even 2 uurtjes naar Almere. En Ruud, die blijft thuis en die voelt zich sowieso heel moe. En de macarons... Oh, dat zou ik vertellen. De macarons... Oh, ik heb het ook laten zien. Die kwamen binnen. Het waren dus de verkeerde. Dus ik raakte helemaal in de stress. Maar het bedrijf is heel lief en heeft het heel lief opgelost. Ze hebben helemaal snel een andere... alles opnieuw gemaakt. En het wordt straks bezorgd. Want ik heb dus iemand anders bestelling gekregen. En daarvan heb ik er nu 3 opgegeten, want ze zei, hou die maar. Dus die persoon die dit besteld heeft, 16 macarons, heeft nu mijn complete bestelling gekregen en mag het ook houden. Dus ik vind het echt zielig voor het bedrijf, maar ja, ik heb wel mijn macarons nodig. Dus dat wordt zo bezorgd. Maar gelukkig hoef ik daar dan niet voor thuis blijven, want Ruben is thuis. Oké, ik hoop dat ik een verjaardagsoutfit kan vinden. En ik vind het erg mooi bij mezelf staan. Doei! Ik kan hem niet met mijn camera meenemen, want hij is leeg. Bijna. 6%. Hey jongens, ik kom net thuis. Ik wil even zeggen, mocht je mijn vlogs leuk vinden, even volg me niet op Instagram. Ik moet echt niet altijd filmen als ik net thuis ben. Doe dat dan, want als ik dus mijn camera niet mee heb, ga ik vaak het op Instastory doen. Dus ik heb net jullie zeg maar helemaal meegenomen in het proces van deze jurk. Het verhaal van deze jurk. Plus dat ik ging winkelen en dat soort dingen. En ik heb vet grappig een random persoon gevraagd om een Instagram foto van mij te maken. Want ik had schaaf ijs en het was te leuk voor de foto. En met het jurkje. Dus ik ga hem morgen posten. En dan ga ik zeggen, vinden jullie het nog steeds een oma jurk? Ik denk dat heel veel gaan zeggen, oh nee, is toch wel leuk. En Rip heeft macarons aangenomen. En hij zegt dat ik heel erg blij ermee ga zijn. Oh, dit is zo goals. Dit is zo goals. Ik wilde dus outfits zoeken. En toen had ik dus 1 topje. En toen dacht ik, die kan leuk zijn. Maar ik wou verder zoeken. En ik zag niet echt wat. En toen ging ik naar de Hema. Toen werd ik dus verleid door de korting van de Hemarkt. En toen heb ik dus voor 10 euro. En dan was het 40 euro korting. Heb ik spulletjes voor een soort van goodiebag gekocht. Waaronder andere dit in komt. Dit is toch geweldig. Dit is toch helemaal fantastisch. Oh my god. Best verlot ons excuus voor het verwisselen van de bestelling. Groet team patisserie toe. Oh. Kijk nou. Dit zijn de... Zijn het allemaal dezelfde of zijn ze verschillend? Dus ik ga dan echt goodiebugs helemaal maken. Maar dat mag ik morgen pas doen. Oh, wat leuk. Helemaal geweldig. Van patisserie toe dus. En het zijn echt bizar mooie macarons. Echt bizar. Oké, dit is het topje. Ik vind het heel leuk, maar ik ben bang dat dit zeg maar... als je er een strak shirtje in doet, zoals die panter, maakt het wel slanker. En nu denk ik dus niet. En ik heb hem naar binnen gevouwen, want eigenlijk valt hij dus zo. Maar dan vind ik het dus nog minder leuk staan. Ik denk als ik niks anders heb dan dit het woord hoor. Maar kijk. Toch? Of is dat juist mooi? Misschien wel. Het kan wel leuk zijn. Zo met mijn haar en een staart op. En dan oorbelletjes. Kijk, het is meer gewoon iedereen appt mij. Heb je al een verjaardagsoutfit? En daardoor vind ik het heel belangrijk. Terwijl het me eigenlijk niet zo heel veel boeit. Ik bedoel... Nu gaan mensen zeggen, ik bedoel het jezelf wel. Tuurlijk vind ik het hartstikke leuk om er uit te zien. Maar ik had er niet zoveel waarde aan gehecht. En dan die lovers eronder. Volgens mij is het ook niet echt te warm hoor. Nee. Nou, waarschijnlijk wordt dit het gewoon. Maar nu moet ik echt nog alles doen in huis. Kijk, je hebt als vrouw geen man nodig om klusjes te doen. Kijk hoe leuk. Ik heb mini flamingo's bij Action gehaald. 2 euro. En ik heb ze met spijkertjes zo.
En zelfs het batterijdoosje heb ik opgehangen. Ik moet zeggen dat het niet heel mooi is. Ik kan hem nog beter hangen met 2 spijkers. Dat zal wel goed zijn. Maar hoe moet je hem aanzetten? Dan moet je helemaal op een kruk staan. Dat is wel irritant eigenlijk. Niet over nagedacht. En deze moest ik van een kijker kopen. Dit is een opblaasbare flamingo. En dat is dan een koeler. Maar kijk, met echt heel veel ruimte. Maar ik ga hem niet nu opblazen. En dan moet ik wel ijsblokjes halen morgen. Goedemorgen. Mooi. Ik kom echt net uit bed. Ik heb gisteravond noedels gegeten. En ik stink zo erg. Met oestersaus plus... Oh, Bobby. Ik heb die stoel even hier gezet, maar nu gaat hij natuurlijk ook kapot. Ik heb de hele nacht wakker gelegen met alleen maar buikpijn. Dus ik ben mega moe. Dus ik baalde ontzettend van. Ik vind het echt niet leuk. Maar goed. Komt wel goed. Dit zijn alle versieringsspullen. En daar ga ik nu mee aan de slag. Dus, ja. Dat zal ik even laten zien. Dit is super handig. Gewoon zo. En dan moet je wel zorgen dat hij hem er doorheen trekt. En nu is hij dicht. Maar dit moet je dan bij elkaar binden nog. En dan is het goals. Maar ik vind dat ik niet een hele leuke ballon heb. Het is allemaal roze. Nou jongens, het is al bijna 2:30. Dat betekent dat over 1,5 uur de eerste mensen al kunnen komen. En ik heb nog niks gedaan aan mijn uiterlijk. Maar het huis ziet er echt leuk uit. Echt dat je denkt insta-waardig. Vind ik. Kijk. Het is nog wel donker, want ik heb de gordijnen dicht tegen de warmte. Kom je binnen, zie je dit. Is toch super leuk? Ja, die krabpaal is niet zo mooi. Maar ja. Leuk toch? Echt leuk. Nou, het is niet mega goals of zo, maar het is niet echt too much. En die Hello Kitty word ik helemaal gek van. Kijk, anders gaan de katten ervan eten. Vet leuk. Super, super leuk. Zoete dingen. Daar komen dan de macarons straks. En dan later komen hier de hapjes. En daar is fruitwater. En mijn roze bekers. En hier komt nog ijs in. Er komt dan wijn in. Super leuk, toch? Super, 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 super leuk. En nu ga ik zonder te veel te stressen... dit fixen. Oké, ik ben klaar. Ik ben helemaal vernietigd. Ik heb vet veel stress, maar gelukkig helpt Ruud me goed. Alle ballonnen zijn aan het instorten, terwijl ik er 2 uur aan heb besteed. En ik word helemaal geïrriteerd. Kijk. Maar over 2 minuten kan iedereen komen. Ik heb er echt zin in hoor, maar ik baal hier heel erg van. Gewoon, ja. Rebecca is hier. Shanna mag wel. Shanna, doe je mooiste pose. Ik hoor echt. Zo. Hier zit Jiminy. Nee. Kijk jongens. Oh, die felgroene. Het duurt dus heel lang voordat iedereen er is, dus ik zou beginnen pas met de macarons. Hij is ook ik film al. Oh. Hi. Ik hoop dat alles nog recht zit. Lekker natural. Het was heel leuk. Sorry, ik heb net van Linda en Sarah bol gekregen en van Jiminy en Shanna en Media Markt bol voor mijn harde schijf. Dus ik kan kleren kopen en een harde schijf. Wat is er? Dat is YouTube. Dat zou filmen zijn. Ik neem wel deze tas mee. Dat is ideaal. Wat is dit? Een doos. Een doos, alsjeblieft. Ja, doe maar mijn handen, niet mijn hoofd. Goed zo. Maar nu doe je net of het iets heel spectaculairs is, hè, omdat het gefilmd wordt. Maar... oh, een kaart. Kukhangs. Ik zou nu een kukhang maken. Oh, dankjewel. Ah, zo leuk. Dat is precies wat ik wilde. Wat? Je zegt een stom cadeau. Deze wilde ik. Ja. Leuk, dan heb je het leuk Instagram Bulls-achtig. Deze, hè? Wat is dit? Dan kan je bij me in bad. Zo lief. Weet je nog dat je dat wilde? Oh my god, vet lief. Dankjewel. Oh, jullie hebben echt tof cadeaus allemaal. Ik ben echt blij. Ja. Bedankt. Doei. Stop. Jullie is de vlogger die nooit stopt. Heel blij met die beelden die komt. Kijk, ik vergeet dat. Ik vergeet om te filmen. Oké, Olivia. Dit zijn mijn vriendinnen, jongens, die wel op YouTube mogen. We zijn aan het zouwen. Iedereen is er nu behalve Chris, die komt bijna. Ja, kijk, ze zijn helemaal geïnteresseerd in de macarons. Van toet. Ze zijn met het lijstje aan het kijken. Oh ja, deze mogen op YouTube. Hey, Chris is er ook. Hi. Ze zijn op het lijstje aan het kijken wat het allemaal is. Oh ja. Het is best wel lastig, maar het is heel lekker. Het is heel lastig. Kijk, er zijn al 2 dozen op. Bij de bekken. Oh nee, bijna op. Oh nee. Oké, ik ga appeltaartjes maken. Helemaal vol, toch? Ja, je moet er echt op de nest. Daar ben ik niet zo tevreden over. Jij bent een geheime stem. Maar op Insta kunnen ze het wel zien. Je hoofd ziet er wel iets te geconcentreerd uit. Ik was ook heel geconcentreerd. Het is al geslaagd per jaar dag. Ja, nu al gewoon. Te vol gedaan. Ja. En wil je wel aan het filmen? Ja. Oké.
jongens, proost. Cheers. Proost. Cheers. Proost. Cheers. 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 Moet je inzoomen of zo? Wel lekker. Veel appeltaart. Lekker? Oh, het is lekker. Oh, het is echt appeltaart. Nee. Ja. Jawel. Ja, dat vind ik ook. Ja? Ja. Dat hoopt. Oh. Jawel. Jawel. Als iemand mijn voedsel niet goed keurt, dan is het niet. Ja, het is niet echt appeltaart. Nee, ik vind het te veel. Moet nog even de shotjes filmen? Ik vind het zo lekker. In een appelflap. Een appelflap was het. Ja, ik ga niet naar appelflap. Oh, nee, je mag ook niet meer. Nee, dat is niet zo. Nee, klopt. Oké, door zitten. Ik kan niet samen slapen, dus ja, moet. Dan heb je nodig. Oké. Okay. Fijn. Eindelijk. Nee, eindelijk iemand die nodig heeft aan mij. Oh, ik dacht dat je weer cheers ging doen. Oh. Ik was er helemaal klaar voor. Jongens, ik proost op mijn lieve vriendinnen door deze ballonnen. Zullen we allemaal wens doen? Oké, okay, ik wens dat ik met iedereen die op dit feest was voor altijd ging in het leven. Zul je dat ook voor mij zeggen? Oh nee, maar dat komt al eerder op. Oh ja. Nee, oké, okay, ik zeg zonder woorden. Oké. Okay. Ah, ze gaan hier een keer. Yeah! Jongens, de ballonnen gaan weg, kijk! Nee, ze komen weer terug! Oh nee, hè? Ik ga ze pakken, ja. Oh mijn god, ik moet het filmen. Oké, ik heb nu echt duizenden foto's met deze outfit. Maar ik wilde ze dus loslaten en een wens doen, maar ze willen niet. Dus dan moeten ze maar weer mee naar boven. Ja. Doei. Ik vind het zo jammer dat ik Lynn niet op beeld kan laten zien. Kom niet ook naar de Emma. Nee, uit Oven. Ja. Zijn, dit zijn gewoon echt die piccolini's, die zijn zo chill. Mm-hmm. Ik had laatst die van Aldi gekocht, die waren echt niet lekker. Mm-hmm. Wat is dit? Joppie. Nee, mayo van de McDonald's. En wat is dit? Kijk, het bed is geïnstalleerd. Ik weet niet of het met mijn camera aan de hand is. De dametjes liggen hier. Hey. Ik ben even de woonkamer vast opgeruimd, want dat staan we morgen lekker op. Maar Bobby die puft dus nooit meer. Hallo. Ja, hallo. Maar hij is nu, ze zijn dus helemaal aan het analyseren wat voor soort geur het is. Oh. Het is niet normaal. Het is, ja, maar hij heeft waarschijnlijk weer iets van mensen eten lopen eten. Oh, en veel. Ja. Heel veel. Is er nog fruit water? In ieder geval. Nee. Tot morgen. Ik kan mijn camera niet anders houden. Zeggen jullie maar even tot morgen. Tot morgen. Doei. Goedemorgen jongens, wij zijn behoorlijk verrot. Hier liggen ze. Ik heb dus van, zij gingen om 2 uur slapen of zo en toen ging ik dus op mijn telefoon mijn foto's bekijken. Daar word ik dan heel blij van, toen was het al over 3. En ik heb denk ik max 4 uur geslapen, want als ik dat vertelde, kreeg ik dus gisteren een buikpijnaanval. En ik heb echt 1000 keer op de wc gezeten. En ik dacht, ik zit zeg maar, zij liggen hier en daar is de wc. Dus ik dacht echt dat ze alles konden horen, maar ze hebben het gelukkig niet gehoord. Maar we wilden dus vandaag gaan filmen en zo, maar we moeten even kijken, want iedereen is een beetje heel erg verrot. En we weten nu wel dat je niet moet gaan filmen als je verrot bent. En dit zijn mijn cadeautjes die ik nog even laten zien. Ik ben echt heel blij met wat ik heb gekregen. Want ik had dus cadeaukaarten gevraagd. En ik heb deze hele schattige oorbelletjes van Mies gehad. Even kijken. Tegenwoordig draag ik echt dit soort oorbellen, dus ik ben er heel blij mee. En schelpjes, super schattig. En deze hele leuke haarband. En dit draag ik ook heel veel. Dus daar ben ik ook echt super blij mee. Mooie kleur die, hè? Ja, hij is heel leuk. Die zou jou ook heel leuk zijn, denk ik. En van Rebecca, oh, dat had ik gevlogd. Had ik dus een heel leuk pakketje gekregen. En ik had deze nu een paar keer van haar gebruikt. En ik zei dat ik die heel graag wilde. Dus was ik echt mega blij mee. En Rebecca zei, ik heb een suf cadeau. Nou, echt niet. Dit zat er nog bij. Dit zat er nog bij. En nog een Lush cadeaubon. Dat is echt super lief. En van Lynn had ik een Zara kaart. Moet ik ook de naam noemen? Is dat raar? Ik weet het niet. Shoutout naar de cadeautjes. En een doosje ook, hè? Cute, cute. Oh, die was van jou, hè? Ja. En oh, je ziet hier ook gewoon geld. Kijk, van Rebecca. En ik had van, oh, nu weet ik het niet meer van wie. I'm sorry. Mediamarkt cadeaukaarten. Want ik heb dus een harde schijf nodig. Dus deze 3 dingen ga ik gebruiken om een harde schijf te kopen. Want hij is zo vol dat ik gewoon niks meer kan inladen. Dus ik moet dingen verwijderen. En van Chris, heel lief, nog een H&M. Het zag er zo leuk uit, dit kaartje. H&M cadeaukaart. Dus ik kan gaan winkelen. Ik kan een harde schijf gaan kopen. Ik ben helemaal happy. Mm. En nu moet ik denk ik croissantjes gaan maken voor deze 2. Lekker! Ze is wakker. En ah. Je ziet, Rebecca heeft altijd lieve beelden met Bobby.
dit werkt altijd zo. Ik was zo trots toen ik Bobby in jouw vlog zag. Ik als had echt, intro ook ik had het idee dat mijn kind in jouw video mocht. Dit is oh, oh sorry, ik dacht dat hij wel zou blijven. Maar ik had al veel. We zijn het ontbijten met zelfgemaakte croissantjes. Ze zijn heel lekker, vind ik trouwens. Mm-hmm. Ik vind deze lekkerder dan van het merk. Ik neem ze normaal zeg maar echt van dat, weet je wel? Van een rol of zo. Ja, dit zijn die van de Lidl en ze zijn dus ook nog eens zonder... Omdat we het met melk. Mm-hmm. Heel chill. En de chocomoustaard, deze had ik dus serieus nog erbij gekocht. Omdat ik heel graag een Insta-foto wilde met kaarsjes. En ik dacht sowieso taart. Iedereen zei ik wil taart. Maar die macarons waren natuurlijk nog chiller. Mm-hmm. Maar deze combi vindt... Chris vindt het wel oké. Okay. Mm-hmm. Ik vind het echt een ziek lekkere combi. En we hebben koffie en thee en zijn een beetje brak. Het gaat niet passen, je moet nog meer naar links. Oh, jawel, makkelijk. Maar ik moet in kleermaker zitten, want ik kan niet met gestrekte benen. Ja, ik kan helemaal niet zo zitten. Ik krijg dan altijd last van mijn oude knieën. Jongens. Oh, je ziet het. Ik ben helemaal kapot. Ik heb... Oh, ik kan het niet uitleggen. Ik kan niet meer. Ik voel me gewoon verder prima. Ik ben gewoon happy of zo, maar ik kan niet meer. Ik ben echt... Dit is anders moeder naar mijn werk. Dit is echt dat je echt eigenlijk moet slapen. Maar ik wil nog niet. Kan niet meer. Ik had dus die nacht voor mijn verjaardag, had ik al gezegd. Lag ik de hele nacht wakker van de buikpijn. Vannacht weer. We gingen en pas om 3 uur slapen. En ik was al om 7 uur wakker. En ik zat weer gewoon alleen maar op de wc. De nacht ervoor was het ik wil naar de wc, maar het rommelt alleen maar. En deze nacht was het alleen maar op de wc. Zo heet. Niet geslapen. En nu, en eigenlijk moet je na, kijk, het filmen was echt heel leuk. Ik voel gelukkig nu pas dat ik moe ben. Tijdens het filmen vond ik het echt gezellig en zo. Maar eigenlijk moet je na je verjaardagsfeest niet ook nog eens gaan werken, gaan filmen. Ik zei al tegen Chris van tevoren, ik weet niet of ik wil gaan filmen. Ik heb het uiteindelijk wel gedaan. Toen ik opstond dacht ik, no way, ik ga het echt niet doen. Toen daarna voelde ik me wel goed toen ik had gedoucht. En dan kijk je in de spiegel en denk je, oké, ik ben gewoon weer fresh. Maar van binnen was ik kapot. Dus dat ga ik niet meer doen, want... Ik ging in de avond al heel veel opruimen en 's ochtends nog opgeruimd. Maar je wil eigenlijk wil je gewoon dan lekker sleep over en gewoon lekker ontbijten. Lekker op de bank liggen en niks doen. Of je wil gewoon alleen zijn en lekker je eentje nagenieten, weet je wel. Maar je moet niet soort van gaan werken. Maar dat ik daar nu op ben, echt helemaal op. Het boeit verder helemaal niet hoor. Maar meer no to myself. Dat is gewoon, ik wist al dat ik het niet moest doen, maar ik dacht, kom op, oma niets aanstellen. Dus gewoon, kan je niet echt nagenieten. Ik heb niet nagenoten daarvoor mijn verjaardag. Of zo. En nu ben ik te moe om na te genieten. Maar wat heel fijn is dat ik, waar ik altijd bang voor ben, is dat mijn vriendinnen allemaal elkaar niet kennen. Of alleen van mijn verjaardag elke keer. En dat iemand zich alleen voelt of zo. Maar ik merk ook echt nu je ouder wordt dat het zo niet meer zo is. En ik vind wel dat op je eigen feest heb ik, geniet ik altijd minder dan bij iemand anders feest. Omdat je toch een beetje moet regelen en... Ik vind het ook altijd wel leuk om met andere mensen die ik niet ken te kletsen op een ander feest. En hier zijn toch gewoon je eigen vriendinnen. En die wil je wel een beetje onderhouden of je gasten onderhouden. Ik was er niet eens heel erg mee bezig. Sommigen denken misschien wat lul je allemaal. Normaal ben ik een beetje gestrest. Want ik moet dit doen en dat doen. Dus ik had echt makkelijke hapjes en zo. Maar toch is het anders op je eigen feest. En ik was heel erg van, oh gaat iedereen wel met elkaar praten. Maar ik kon gewoon echt weglopen en ze hadden hier de dikste lol. Dus dat vind ik heel fijn dat zo was. Dus, maar ik probeer elk jaar mezelf aan te leren om zelf ook te genieten. Ik weet niet of je hierin kunt herkennen. Maar ik geniet toch meer op een ander feest. Het is zo. Maar het organiseren van een verjaardag en dat mensen het leuk vinden en zo vind ik echt top hoor. Ik ben echt een beetje hardop aan het denken. Oké. Dit is iets dat ik dan ga editen en dat ik denk ik knip het eruit. Maar ik weet dat jullie al houden van eerlijkheid. Dus ik laat het er wel in. Ik ben nu gewoon zo moe. Ik heb keelpijn. Ik ben verkouden. Dit is helemaal vol met snot. En ik wil slapen met Bobby. Je ziet ook dat ik helemaal zo warm ben. En dat slechte eten doet me ook niet goed. 2 dagen slecht eten. Tenminste vandaag weer. Daar word ik heel erg zwakjes van. Ik doe nu heel zielig. Ik ben gewoon moe. Ik voel me prima. Echt waar. Morgen ga ik echt het begin van de vakantie vieren. Oké, jongens. En ik heb wel weer zin om... Rebecca en ik gaan waarschijnlijk deze week weer afspreken. Foto's maken. Filmen. Nee, niet filmen. Ik weet niet. Doei. Jongens, ik had 1 macaron. En die is dus met truffel. En ik ben zo benieuwd. Dus ik dacht, ik moet hem even op camera proeven. Hij weegt heel weinig. Ik vind het echt lekker. Wow.
Ja, nog eens verkouwen. Hi Bobby. Het is echt een soort van mindfuck. Je proeft echt truffel, nog meer dan in die truffelkaas die ik gisteren had. En het is ook zoet. En het stinkt echt naar truffel, want het is echt heel lekker. Chocolade lavendel smaakt echt naar zeep, vind ik. Maar dit is lekker. Heel raar. Goedemorgen jongens, ik voel me erg verrot. Er is vandaag een pakketje binnengekomen van Chiquelle. En dat is een nieuwe webshop met echt best wel mooie kleding. Maar ze gaan maar tot maat 40, dus ik ging ervan uit dat ik niks zou passen. Maar ik wou het wel gewoon even een kans geven. En ik heb nu een broek aan, wat me verbaast dat hij aangaat. Hij zit wel echt strak, maar het is wel echt een hele toffe broek. Het zou nog kunnen, maar ik ben dus al lang blij, want ik heb dus echt geen maat 40. Maar deze moest ik even meteen aandoen. Kijk, hij is ook heel lang. Maar je kunt ze dus ook helemaal open doen, maar waarom zou je dat doen? Oh, dan kan ik hem wel makkelijker uit... Nou, bij de benen zat hij niet eens zo heel strak, maar meer om over mijn heupen en billen heen te krijgen. Waarom zou je dit doen? Vet raar. Nou, dit is de broek. En dan heb ik deze trui en ik vind hem echt onwijs leuk. Dit is echt geen plus... Wow. Dit is echt geen plus size shop of zo. Maar als je dus een beetje goed kijkt naar... Dit is best wel een wijdvallende trui. Dan kun je er echt wel leuke dingen vinden als je bij maat hebt. En dit is ook maat 40, dat is het grootste wat ze hebben. Ik vind het echt... Dit is zo'n lekker stofje. Ik vind het een beetje... Ja, als je wat duurdere dingen bij de Zara pakt, zeg maar, zoiets. En hier ben ik heel blij mee. Hij is een beetje cropped, niet heel kort. Als ik hem zo doe, zit hij zeg maar wel lang, maar hij valt een beetje zo van nature. Mooi. Ik vind hem echt heel leuk. Hierop was ik echt meteen mega verliefd. Ze hebben hem ook in het lichtroze, maar ik dacht, ik ga eerst kijken of die past. Alleen ze hebben dus per ongeluk de broek in een maat 36 gestuurd. Dus ik heb net meteen gemaild. En de webshop verstuurt op zich wel snel. Dus ik denk dat ik wel snel die ander in huis heb. Maar er hoort... Eens kijken. Ik dacht al van hoe kan dit een 40 zijn? Maar er hoort er dus zo'n broek bij. En dan is het echt een prachtige set. En de kwaliteit vind ik zo tof. Dit is dus niet zoals die Shein Runway. Dit is echt een Zweedse webshop met echt gewoon mooie kleren. En best wel bekend al in Zweden. En ze komen nu ook naar Nederland. Kun je zien wat voor stofje het is? Zo leuk. Ik hoop zo dat die andere broek dan wel past. Ik hoop het echt, want ik vind hem... Qua benen gaat het sowieso passen, want je ziet dat het heel wijd is, die benen. Maar qua bovenkant weet ik het niet. Maar ik kan niet wachten om die set aan te doen, ook om er in zijn foto's mee te maken of zo. Jongens, er komen net AliExpress jurkjes binnen. Die een webshop naar mij wilde sturen. En Ruben, ik zeg al, het is vet zonde dat het zo'n groot vierkante lap is met strakke armpjes eraan. Daar lijkt je vet dik, want hij is best wel mooi. Hij is een heel mooi stofje, hij zit echt vet chill, maar het is... Let even je armpje hier stopt. Oh, daarom. Ruk, let even hier je armen stoppen. Dat zeg ik net. Ja, dat is, maar dat is waarom je dik lijkt. Ja, dat zeg ik net. Je luistert nu nooit naar mij. Zo jammer. Maar niet precies dat zei je. Jawel, ik zeg, ze hebben het aan je elleboog vastgemaakt. Daar lijkt het alsof het vierkant vlak is. Ja, weet ik. Maar ik zie nu dus daar. Het lijkt dus alsof je armen ook maar tot hier lopen. Ja. Maar dit is in ieder geval mooi. Dit vind ik echt heel tof. Maar dan denk ik, als trui zou het misschien wel leuk zijn of zo. Ik weet niet. Ik vind het wel heel jammer, want ik vind het echt wel tof. Dit hoeft ze mij ook niet per se. Echt jammer. Dat is echt wel een hele mooie suede jurk. Ik heb dus 3 jurken gekregen. Moet dat nu? Maar ik kan me helemaal niet herinneren dat ik dit heb gekozen. En ook niet dat ik er maar 3 had. Maar dit kan dus echt niet. Dit is zeg maar echt mega kort. Maar het is wel chill als je dus plus size bent in deze shop. Want normaal is alles van Ali echt mini. Noah, niet meer poepen. Je moet wel eigenlijk zonder BH's veel mooier. Maar dit is dus immens kort. Dit is geen... Noah. Het is gewoon een trui. Nou, ik weet niet wat ik heb uitgekozen. Maar op beeld lijkt het misschien nog leuk. Maar dit vind ik echt verschrikkelijk. Het is bruin. Met goud. Wat is dit allemaal? Dit is helemaal niet mijn stijl. Ik snap echt niet waarom ik dit heb gekozen. Het is nog best mooi dit, maar... Nou... Ik heb er wel echt vet mooie billen in. Nu sta ik gewoon normaal. Chill. Maar, ja. Ik kan me dit allemaal niet herinneren dat ik dit heb uitgekozen. Ik snap er even helemaal niks van. Nou, dat waren mijn AliExpress jurkjes. Goedemorgen, het is woensdag en ik zeg dan tegen Rup, vandaag voelt voor mij echt als de day after mijn verjaardag. Nu pas. Dat je een beetje moe bent, weet je wel. Een beetje nagenieten of zo. Echt, de vorige 2 dagen waren dus echt te heftig voor mij. We gaan nu heel lekker eten.
Want we hadden eigenlijk geen beleg. Maar Ruben had wel toevallig gisteren tomaatjes en mozzarella gehaald. Dus ik heb er even een soort salade van gemaakt. Dit is gewoon echt, zeg maar tegen Ruben, dit is 2 euro of zo. Mozzarella kost 2 bollen 1 euro. En die tomaten misschien ook met die basilica. Dus heel chill. En ik heb koffie en we hebben Italiaans breekbrood. En we gaan lekker eten. Hallo jongens. Oh, dit is een beetje tegengericht. Hallo jongens. Ik had dus net gefilmd dat we lekker aan het ontbijten waren. Godver. Kijk, er was dus iets heel leuks. Ik was dus uitgenodigd voor een event. Al op 20 april, het is nu 25. Maar ik had het dus niet gezien. En toen zat ik toevallig daar in die inbox te kijken. Voor iets anders. Toen zag ik ineens dat mailtje openstaan. Hallo, Rebecca. Dat is zo raar om jou dan zo naar af te nemen. Nee hoor. En toen dacht ik van, oké, ik zit hier op de bank niks te doen. Het begint over 1,5 uur. Ik wil er gewoon heen gaan. Dus ik ging Rebecca een berichtje sturen. Nou, om het lang verhaal kort te maken. Nooit meer doen. Zij is echt, ik ging haar bellen. Had je ook, toen ik ophing, voelde ik, dit is geen nee. We hingen op, zo van, nee. Mag ik heel eerlijk zijn? Ja? Weet je dat ik eigenlijk eerst wilde opnemen omdat ik bang was waarvoor je belde? Ik wist eigenlijk dat je me daarvoor ging bellen. Nee, dat wist ik dat ik stress had. Je nam vet laat op ook. Ja, hij lag zo voor me en ik zag het. Ik dacht, nee, ik ga niet opnemen. Oh. En toen dacht ik, ja, ik wil wel. Oké. Ik voelde het en toen hing ik opzet van, nee, toch niet net om deze en deze redenen. En ik ging op en eens komt later stuurde ik er een memo met een soort van iets wat er kon overhalen. Ik weet niet meer precies wat. Ik hoop niet. Ik had die nog niet eens gelezen, hè? Dus kan je nagaan. Echt? Oh, ik kom nog naar een ander event. Ineens stuurde ze een tijd. Dat was veel te laat. Stuurde ze daarna een tijd. Waarbij ze in 18 minuten of zo in de trein moest zitten. Het was nog in de badjas, in de bed lag. Of alles. Achter de laptop. En nu gaan we dus naar een heel leuk event met Vera Camilla. En ja, we hebben zoveel man, er is echt geen licht. Heerlijk, hè? En over haar nieuwe travel bag die ze heeft uitgelegd. Super leuk. En daarna gaan we misschien nog naar een ander vent, dat weten we. Andere vent. Maar mega spontaan, dus ook voor mij. Ja, alleen ik had doordat ik op Rebecca moest wachten iets langer om mijn outfits uit te kiezen. Dus, doei! Dit is Rebecca. Hoi. Hi. Ja, gewoon nog meer. Ja, leuk dat je er bent. Zeg maar, we gaan er nu heen. Oh, ik zeg, was je niet zo in de buurt? Nou, ik niet. Ik zat badjas, make-uploos, ze belt me nu. Oh! Je ziet er niet uit. Dankjewel. Ik dacht dat je ging zeggen, je ziet er niet uit. Ja? Oh, alleen maar één mand te hebben en dat is. Tuurlijk. Cute food! Ik heb nog even het momentje vast. Oké, het event was echt heel kort. Maar je mocht er gewoon, zeg maar, iedereen kon... Je hoort nou echt zo hijgen. Iedereen kon er, zeg maar, heen. We hebben wel een goodie bag, die ga ik zo laten zien. In de zonvlog vind ik altijd erg lelijk. Ja, heel lelijk. Maar we zijn nu foto's hier aan het maken. En eigenlijk gaat het heel goed, want we hebben een paar shots leuke foto's. Maar we hebben nu iets van, ja... Het is weer dezelfde outfit, weer een brug in Amsterdam. Waarom zouden we nog doorgaan? Tegenwoordig mag ik van mezelf als ik sushi wil. Gewoon een beetje, puur om aan de sushi behoefte te voldoen, maar niet om je vol te eten. Dus ik heb 6 van die. En 6 van die voor 8,50. Dus dat vind ik wel netjes. En Rebecca heeft een andere trein. En ik ga nu snel naar huis, want er komen vrienden vanavond en die hebben ook voor ons gekookt. Dus vandaar dat ik niet zoveel heb genomen. Oké, ik ben thuis en ik ga even de goodie bag laten zien. Nee, kijk, ik kunt hem dus helemaal zo dicht doen. Kijk, ik heb hem dus vet leuk neerzetten en ik heb een... Deze haarolie. Deze ken ik ook. Deze ken ik nog niet. Een lipstick. Mega donker. Ik draag het meestal niet, maar ik vind hem wel heel mooi. Deze heb ik ook al heel lang ergens zien liggen. Daar was ik wel heel benieuwd naar. En een liquid liner die echt heel mooi dun is. Super leuk. Maar het leukste vind ik nog het tasje. En ik vind hem echt super, super leuk om zo neer te zetten. En je hebt allemaal vakjes erin. Hij is echt heel praktisch. Omdat je hem dus... Als travelbag kunt gebruiken en hem dus zo kunt neerzetten. Dat is echt heel leuk. Je wordt gekookt in mijn eigen huis. Ik moet... Hoe moet dat? Je pakt een stukje brood en neem je eerst die. Je mondje dan verbrand. Dan neem je dat, want dat is lekker fris. Ah, chill. Oké, jongens. Wow. Ik heb geen eens... Ik heb gewoon zwarte ogen, zo moe ben ik. Ik ga de weekvlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Volgende weekvlog zie je mijn verjaardag en mijn verjaardag met familie. Dus weerjarig. Ik ga heel snel afsluiten. Bedankt voor het kijken. Doei!